samen met vertegenwoordigers vanuit de land- en tuinbouw, eigenaren en beheerders van natuurgebieden en natuur- en milieuorganisaties, werkt de provincie per regio aan een gebiedsgerichte aanpak. Want boeren, tuinders en vissers zijn niet alleen belangrijk voor de voedselproductie, ze hebben ook een groot aandeel in natuurbeheer en daarmee de klimaatadaptatie. We hebben ze dus keihard nodig. Maar er moet wel iets veranderen. Niet alleen in het verminderen van de stikstofuitstoot, maar ook de aanpak van natuurherstel moet anders. De natuurkwaliteit van een gebied moet voorop staan. Vanuit het CDA willen we dan ook dat de provincie boerenbedrijven ondersteunt die de biodiversiteit op het platteland versterken. Willen we een gezonde landbouwgrond beschermen, ruimte geven aan innovatieve pilots en kringlooplandbouw stimuleren. Boeren, tuinders en vissers zijn dus niet alleen belangrijk voor onze voedselvoorziening, maar ook voor het beheer van het landschap in Zuid-Holland. Ze verdienen een thuis in onze provincie. En dan komen we nu op het derde onderdeel, wonen. En over wonen in het landelijk gebied vertel ik je in de volgende video meer.